Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Paper Mario video waarin we de volgende twee krachtbollen even gaan fixen. We moeten hier deze tempeltjes oplossen. De meest linkse, de roze, is de krachttempel. Die hebben we twee afleveringen geleden gedaan. In de vorige aflevering hebben we de krachten van de ijsoligant ontgrendeld. En die moeten we denk ik hier dus gaan inzetten. Ik denk dat we eerst even water hier in dit gat moeten doen. En dat we daarna met de ijsoligant dat water kunnen gaan bevriezen. Dus dat is het plan. Olivia, ijsoligantje, let's go! Ijsoligantje, zeg ik het weer fout. Waterorigantje, let's go. Kijk, en nu ligt er inderdaad water. En dat water, dat kunnen we dus bevriezen met de ijsoligant. Daar is die hoor. Daar is die, de mega ijsbeer. Hij blijft toch wel vet hoor, deze ijsbeer. Hoppakee, ja hoor. En zo is het water bevroren en kunnen we ook de tweede tempel in. Let's go. En dan ben ik heel benieuwd wat dit voor krachtproef is. Dit is de wijsheidsproef. Dat gaat je nooit lukken. Nee, jij bent lekker slim. Ja, heel goed. Ga maar weer lekker daar zitten. Eerlijk gezegd ben ik ook wel bang dat deze moeilijker is dan de krachtproef. Maar dat gaan we Piet natuurlijk niet vertellen. Oh, we moeten goed en fout kiezen. Waar of niet waar, dat is dit spelletje. Oké. Laat de wijsheidsproef beginnen. Beantwoord iedere vraag met goed of fout. Maak je keus binnen de tijd. De onderzeeër van kapitein Toad heet de Princess Peach. Nee, dat is helemaal fout. Die heet de Submarino. En de boot, die heet de Princess Peach. Dus dit is sowieso fout. Go Mario! Kijk, volgens mij hebben we dit goed opgelost. De onderzeeër van kapitein Toad heet, ja, de Marino. Oh, ik dacht de Submarino, maar de Marino is ook goed. We mogen door naar het volgende stadium. En nog een keer, goed of fout? De tweede vraag. Het Samurai Park heeft een fotostudio, toren en theater. Van deze locaties is de theater het grootst. Dat denk ik eigenlijk wel, ja. Ik denk dat dat goed is. We zijn natuurlijk in dat theater geweest. Die was super hoog met allemaal verschillende etages. Ik weet het niet 100% zeker, maar ik denk wel dat het theater het grootst was. No! Oké, nog een keer proberen. Oh, we hebben nu een andere vraag 1. De tekeningen op de begane grond van de panoramatoren waren paddenstoelen en een appel. Oh, dit weet ik echt niet meer. Dit zou ik echt... Dit is een wilde gok. Ik weet het helemaal niet zeker. Dit is een wilde gok. Deze zou ik echt niet weten. Maar we hebben hem goed gegokt. Lekker. De tweede vraag. 1000 kilo ijzer is zwaarder dan 1000 kilo katoen. 1000 kilo is 1000 kilo. Maakt niet uit wat voor stof het is. Dit is fout. Jullie denken mij in de maling te kunnen nemen, hè? Dit is sowieso fout. Het is helemaal niet zwaarder. Het is gewoon even zwaar. Hoppa. Nou, precies wat ik net zei. De 1000 kilo is 1000 kilo. En de dichtheid van het materiaal, die doet er niet toe. Oké, jongens, volgende vraag. A, B of C? Oh, het wordt moeilijker. Oké, dan. Derde vraag. Praat met de drie beelden en geef aan wie liegt. Nou, laten we eens kijken. C is de leugenaar, zegt A. A is de leugenaar, zegt B. En C zegt dat hij niet de leugenaar is. Dus twee spreken de waarheid. Als C niet de leugenaar is, dan spreekt A de waarheid. En liegt A dus, want die zegt dat C de leugenaar is. Ja, ik denk dat het A moet zijn. Ik weet het niet heel zeker, maar ik ga voor 80%. Ja hoor, kijk. Nice. We hebben de wijsheidsproef gehaald. Lekker! En we hebben weer een vissa. Woe! Lekker hoor. Let's go. We gaan de wijsheidsbol ophalen. En ja hoor, daar is die. De blauwe bol. Die is ook van ons. Go grab it Mario. De wijsheidssteen. Lekker hoor. Een heilige bol die je krijgt wanneer je de wijsheidsproef aflegt. Nice. Nog één bol te gaan. En dat is deze. En het lijkt dat we hier hetzelfde trucje moeten doen. Eerst water en dan ijs. Let's go water. Hoppakee. Ja, oké, dan staat hij weer onder water. En daarna ijs. Mega beer aanval. Raw. Alright, top. En dan gaan we voor de laatste krachtbol, de derde van de drie. En ik ben benieuwd wat dit al voor proef is. De moedproef. Overwin de drie beproevingen om de heilige bol te verdienen. Moedproef. Oké, we moeten hier dus moedig voor zijn. Ik weet nog niet zo goed wat ik me hierbij voor moest stellen eigenlijk. We zien een touw en een paal. Wat moeten we doen? Olivia zegt, ja, ik dacht dat we hier moedig moesten zijn, maar dit is gewoon een suf touw. Ik mag dichterbij komen. Oké, het touw is verbonden met een onbekend object. Dit object valt zometeen van boven. Ja. Druk op A om het touw te pakken. Zodra ik loslaat, valt een onbekend object omlaag. Je moet het vallende object stoppen door opnieuw op A te drukken, maar pas nadat het onder de pijl komt. Als je het object tegenhoudt, voor het onder de pijl komt, wordt je lafhartigheid geopenbaard. Oké, ik heb het touw gegrepen. Ik laat het los. En we moeten hem dus op tijd stoppen. Ik hoor hem. Hallo? Ja!
Dit is goed, hè? Dit is... Ja, dit is top. Dit is super. We did it. Oké. We got courage. We mogen door naar het volgende stadium. Blijkbaar moeten we hier ook 3 dingen doen. Oh, is dit hetzelfde? Ja, dit is weer hetzelfde. Alleen de pijl die hangt lager. Oké, spannend, jongens. Let's go. Ik hoor hem. Moet je echt luisteren naar het geluid? Oh, ja! Oh, deze was zo mooi. Kijk dan. Precies boven ons hoofd, jongen. Eigenlijk moet deze gewoon al tellen voor de derde beurt. Want ik weet zeker dat we dit nog een keer moeten doen. En dan hangt hij nog lager. Oh, deze was echt heel goed. Ja, zie je, we moeten dit nog een keer doen. Oké, we kunnen dit. Dit touw is trouwens echt knijterlang. Dus ik denk dat dit wel even gaat duren voordat deze beneden is. Oké, goed luisteren. Kijk hoe langzaam dit gaat. Oh, hij gaat steeds sneller. Oké, focus. 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 Dit was veel te vroeg. We moeten gewoon helemaal opnieuw nu gelijk. Oké, de eerste, die is makkelijk. Oké, goed luisteren. Nummer 2. Oh nee! Of is het wel goed? Oh nee! Dit is zo zuur! Oh, hij is wel goed! Hij is wel goed! Oké, ik ben benieuwd of die nou wel gaat lukken. Maar dit is lastig, want hij begint zo langzaam. Je moet echt naar het geluid luisteren. Nee! Ja hoor, we hebben hem. Potverdorie, dit mocht even wat lang duren, zeg. Wel de makkelijke versie, maar hey, het maakt niet uit. We hebben hem gehaald. De moedproef, gehaald. Gefeliciteerd, dankjewel. Party! Voetjes van de vloer. Kijk hem dansen, jongen. Hij voelt zich sexy als hij danst. Sexy als die danst. Lekker Mario, ook de volgende bol is voor jou. Pak hem maar. Yes, de moedsteen. De heilige bol die we krijgen wanneer we de moedproef volbrengen. En nu hebben we alle steentjes, alle bolletjes. Dan gaan we naar buiten. En dan gaan we richting de boot met Captain Toad. Goed gedaan, je hebt de krachtproef, wijsheidsproef en moedproef doorstaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel engeltjes Toad. Maar Olivia vraagt zich af, wat doen die heilige bollen nou eigenlijk? Nou Olivia, dat kan ik je vertellen. Die heilige bollen, dat zijn gewoon sleutels voor de volgende toren. Yo, Captain Toad. Die zegt, zeg het maar als je terug wilt naar het oppervlak van de Grote Zee. Ja, zeker wil ik terug. We hebben hier alles gedaan op Ruiteneiland. En we zitten dus weer in de boot. En nu moeten we helemaal naar linksboven, naar B1, om daar naar die toren te gaan. Ondertussen komen we ook nog langs een schat. Die moet hier ergens zijn, volgens mij. Ik vind dit trouwens echt wel lachen, dat ze zo'n grote map hebben gemaakt. Met de oceaan, waarin je gewoon kan duiken naar schatten en zo. Oh, ik zag hem al. Daar is die. Daar is die. Ja. En dan moet ik de armen uitstrekken. Ja, hoor. Ja. Pak hem. Grijp hem. En trekken. Hoppa. Open de kist maar, Mario. En wat zit erin? Een ton op Schoppeneiland. Ja, die puzzel die hebben we al gedaan op Schoppeneiland. Grappig. Die was wel leuk. Dan moesten we Toad zoeken. En die moesten dan met hun hoofd in een ton. En dan bevrijden ze hun vriendjes Toad of zo. Dat was redelijk random. Maar het was wel grappig. Ik heb het gevoel dat we bijna aan gaan komen bij het eiland. Bij de toren. Hier staat nog een Shy Guy. Heb jij nog wat te vertellen wat ik niet weet? Shy Guy zegt, wow, heb je alle 11e eilanden gevonden? Nou ja, er is vast geen beter eiland dan deze rots. Toch? Nee, dit is het beste eiland, Shy Guy. Jij hebt het beste eiland, vriend. Kijk, en hier moeten we zijn. Je ziet daar al een blauw, een rood en een groen vlakje. En daar moeten we die stenen in gaan doen. De Getijdentoren. Let's go. Waar zouden deze 3 openingen nou voor zijn? Vraagt Olivia. Nou, daar moeten we deze steentjes in doen. En deze en de rode. En dan is het sesam open nu. Oftewel, in Lord of the Rings stijl, melon. Ik weet niet. Hebben jullie Lord of the Rings gezien? Dan weten jullie nu precies wat ik zei. Dat was elfentaal namelijk. Anyway, het is een deur. Achteraf gezien, ja, vrij logisch inderdaad, Olivia. Laten we naar binnen gaan. Ik wil de top bereiken en hopelijk loopt het niet oneindig door hierachter. Ik hoop het ook voor je, Olivia. Wow, de 4 origanten zijn hier samen. Aarde, water, vuur en ijs. Olivia zegt, fijn om jullie allemaal te zien. Maar het zijn maar standbeelden inderdaad, Olivia. Komen die hier allemaal samen? Ik ben zo benieuwd wat deze toren gaat brengen. Wow, dit ziet er een partij episch uit. Holy crap. Oké. Laten we in ieder geval het begin even doen van deze toren. Let's go, Mario. Ja. Oké, dat kon beter gaan, jongens. Ja, top. En door. Ja, door. En door. En... Ik moet blijkbaar toch niet te veel naar de zijkant toe trekken.
Oh, oh, oh. Ja, ja, dit gaat super. Ja, zo kunnen we ook wel een hele video vullen. Gewoon met het begin van deze toren. Oh my god. Ik ben straks gewoon dood door dit. Ja, go. Spring. Nee. Waarom gaat dit fout de hele tijd? Moet ik hier wel aan het einde zijn of zo? Oh, en dan moet ik naar de volgende... Oh ja, dan moet ik naar die volgende... Nee, hè? Jawel, dan moet ik naar de volgende springen. Oh, en wacht even. Wacht even. Sommigen die komen vast te zitten. Kijk, die derde ook. Die derde komt ook vast te zitten. Dus als je nou hier gaat staan bij die derde... Kijk, dan blijf je er gewoon op staan. Top. En dan kan je gewoon hier naartoe. En dan moet je doorspringen, Rick. Dan moet je schuin doorspringen. 89 HP over. Potverdorie! Volgens mij is dit niet moeilijk. Volgens mij maak ik het mezelf vooral heel erg moeilijk. Eens even kijken, hoe moet ik dit nou doen? Ja, kijk, dan kan ik doorlopen naar de linker. Ja, 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 ja. Ik moet nu eentje wachten, want nu gaat deze hierboven gaat alleen. En nu gaat deze hierboven samen met die naast hem. Dus nu kunnen we hier naartoe, dan kunnen we hier naartoe. Dan kunnen we zo doorlopen. En dan kunnen we hier even chillen. Kijk, dan kunnen we hier chillen. En dan ga ik nog even nog langer chillen. En dan durf ik nu wel door te gaan. Ja hoor. Ho, we zijn er eindelijk. Dit mocht even duren, jongens. Wat is er met het gezicht van de aardoligant gebeurd? Ja, die is uiteengespleten. In tweeën gespleten om een of andere reden. Dat deed vast pijn, zegt Olivia. En de wateroligant heeft maar één oog. Of misschien knipoogt die naar ons. Oké, dus alle origanten hier hebben problemen. En we moeten ze allemaal soort van gaan herstellen, denk ik. Dat zal nog wel eens een uitdaging worden, denk ik. Hoppakee. Koopa is weg. Pakken we even hier de glanzende staart op. Kijk, deze die heeft ook een bol. En die aan de andere kant, die wordt lastiggevallen door een krab. Ik ga even een paddenstoeltje gebruiken, want ik heb net veel te veel HP verbruikt. En als ik tegen een enemy moet battelen... Ja, bijvoorbeeld tegen deze enemy die die steen steelt. Potverdorie. Geef mij die steen terug. Waar ga je naartoe, vriend? Waarom ben je daar achteraan chillen? Dan gaan we hier naar boven. Moeten we deze even zien te maken. Yes. Ja, die werkt ook weer. Toppie. En door. Even dat hartje proberen te pakken. Dat moet wel lukken als we deze twee even zo... Hoppakee, eruit slaan. Nice. Dat ging bijna fout. Moeten we er overheen? Ja, ik denk dat we inderdaad... Ja, zo er overheen moeten. Steentje kapot. Blokje aantikken. Deze lostrekken. Yes. Dan gaan we naar beneden. En dan gaan we even deze krab aanpakken. Oh, dat dacht ik althans. Krab, kom terug! Ren niet de hele tijd weg voor me. Oh my gosh, dit was net als de watertempel. Nu loopt hij daar... En nu loopt hij daar. Hoe moest dat ook weer? Ah, kijk, we kunnen... Ja, we kunnen die ingangen dichtmaken. Deze kan ook dicht, denk ik. Ja. Kijk, dan kunnen we deze ook dichtmaken. Kijk hem, kijk hem, kijk hem. Ja, paniek, hè, vriend. Paniek. Laten we deze ook even dichtmaken, sowieso. Oké, hij moet dus uit die bovenste komen. Ja, 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 ja. Ja, hoor. Jij bent van ons. Hoppakee. Steentjes van mij. De rode edelsteen voor de waterorigant. Lekker. Ook chill dat we hem niet hoeven te battelen. Daar ben ik wel blij mee. Was gewoon even zo, pap, met die hamer op zijn bakkes en toen was het klaar. Hé, ik heb een steentje voor je, man. Alsjeblieft. Rode steen van de waterorigant, blijkbaar. Hoppakee. Ja, kijk, dat oog begint ook te branden. Zijn bek is weer open. Het water begint te stromen. Ja, en hoppakee. Ja hoor, de eerste poort is weer gefixt. Dit ziet er inderdaad een stuk beter uit als toen we binnenkwamen. Het gezicht van de aardoligant is weer heel. Moet je die grote glimlach nou zien? Ik ben ook blij met die glimlach. Let's go. Oh, dit ziet er wel episch uit, jongen. Dit is een mooie, epische ingang. What? Kijk hoe groot deze toren is, jongen. Oké. Oké. Ik voel me nooit heel veilig als ik op zo'n platform als dit sta. Moet ik eerlijk toegeven. 100 muntjes erbij. Yes. We volgen het paarse lint verder. Hier zitten allemaal toads vastgeplakt aan de toren. Ze zitten vast met plakband. Oh nee, dit wordt een plakbandbaas, jongens. Maar kunnen we ze ervan afhalen? Ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon de plakbandbaas moeten verslaan. En hopelijk komen ze dan allemaal los. Arme, arme toads. Ah, kijk, dit is een puzzel. Dit is een ster contest tussen de vuur- en de ijsoriganten. Wie gaat er winnen? Ik denk de ijsoriganten. Zijn tanden zijn zo angstaanjagend, zegt Olivia. Oh, moet hij die tanden weer doorbreken? Ja, oké dan. Interessante puzzel. Maar hoe we dit op moeten lossen, jongens, zien we in de volgende aflevering. En dan hoop ik ook de eindbaas van deze toren te gaan verslaan. En dan hoeven we daarna nog maar één lint. We gaan hard met deze serie, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Paper Mario en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!